Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse regering de strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Vlaanderen en de lokale beleidsmakers gaan hiermee samen aan de slag. Dit is Schepen Sophie de Jong, bevoegd voor ruimtelijke ordening en milieu. Ze komt met de fiets naar het werk, over veel te smalle fietspaden en langs ellenlange files. Omdat er in Vlaanderen jarenlang ondoordacht en te verspreid werd gebouwd, moeten we ons dagelijks veel verplaatsen om naar het werk te gaan, om boodschappen te doen of voor de hobby's van de kinderen. Met alle gevolgen van dien. Het weinige groen verdwijnt, voorzieningen zijn ver en nutsvoorzieningen worden duur. Te veel verharding zorgt voor wateroverlast, de luchtvervuiling piekt. En bovendien staan akkers droog door klimaatverandering. Dat moet anders. Als Schepen voor ruimtelijke ordening en milieu kan Sophie dingen veranderen. Maar waar moet ze beginnen? Om de beleidsmakers te helpen het bos door de bomen te zien, heeft de Vlaamse overheid een strategische visie ontwikkeld over het ruimtelijk beleid. Laten we samen eens kijken. Structurele, maar ook kleine ingrepen kunnen al een grote impact hebben. Als we wonen, werken en voorzieningen bundelen op strategische locaties, is er minder nood aan verplaatsingen en verhogen we de leefkwaliteit door nabijheid. Door in te zetten op ruimtelijk rendement, vermijden we de toenemende druk op de open ruimte. Open ruimte bebouwen lijkt misschien nog altijd de makkelijkste oplossing, maar bijkomende bebouwing en verharding maakt onze ruimte kwetsbaar voor klimaatveranderingen. Tijd voor een mindswitch. Laten we geen bijkomende ruimte meer innemen. We moeten ons vanaf nu richten op de mogelijkheden van de al ingenomen ruimte. Verdichten kan daar waar nodig, maar met respect voor leefomgevingskwaliteit en kernkwaliteiten zoals meervoudig ruimtegebruik, aanpasbaarheid, gezondheid en klimaatbestendigheid. En laten we vooral ontwikkelen op die plaatsen die goed bereikbaar zijn met het collectief vervoer. Verminder het ruimtebeslag, uitbreiden wordt de uitzondering. Kwalitatieve transformatie is de norm. Ruimtelijke opgaven op het vlak van wonen, werken en voorzieningen overschrijden vaak de gemeentegrenzen. Daarom kunnen mandatarissen beter samenwerken met omliggende steden en gemeenten aan een ruimtelijk beleid. Gebruik de strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen in je dagelijkse manier van denken, werken, ontwerpen en beslissen. En start met de opmaak van een lokaal beleidsplan ruimte. Want je hebt een kader en een visie nodig om de ontwikkelingen te sturen. Niets doen is geen optie meer. Als beleidsmaker kan je meer dan je denkt. Laten we samen aan de slag gaan.